Ik ben Lieve van Duizen, gids voor Expeditie de Stad, voormalig Antwerpen-Averrechts. En ik neem jullie heel graag mee naar het huis van architect Braam. Dus architect Renaat Braam was geboren en getogen in Deurne. En heeft heel veel projecten gerealiseerd in Antwerpen. Waaronder onder andere de politietoren heel bekend is. Maar onder andere ook de grote woonblokken die op het Kiel staan. Zijn ook van zijn hand. Voor mij is eigenlijk de woning van architect Braam een monument. Die toch op gebied van erfgoed dezelfde, of misschien voor mezelf dan zeker en vast, een waarde heeft. Die kan gelijkstaan aan de kathedraal van Antwerpen. Het is uiteraard uit een heel andere periode, maar het heeft zo'n impact gehad op wonen en wat architect Braam gerealiseerd heeft, dat dit denk ik zeker een plaatje mag krijgen en echt ook de moeite is om naartoe te gaan en te bekijken. Dus als je hier op bezoek komt, dan krijg je niet het gevoel dat de woning gerealiseerd is eind jaren 50. Het lijkt alsof dat het over een hele hedendaagse, recente woning gaat. Omdat de woning voor de rest in zo'n staat gerenoveerd en gerestaureerd is, dat het lijkt alsof Braam hier gisteren de deur achter zich heeft toegetrokken. En dat is hetgene wat toch wel heel bijzonder is als je mensen meeneemt hier binnen, die misschien zelfs met een zekere vooringenomenheid naar hier komen, maar uiteindelijk toch wel op het einde van de rit of op het einde van de wandeling vertellen van dit was zeer verrassend. En ze hoeven het niet mooi of lelijk te vinden, maar toch wel ja, dat ze een andere visie of een andere kijk hebben gekregen op architectuur en op wonen op zichzelf. Dus beste mensen, dus als jullie inderdaad de deur eens eventjes willen openen van dit huis, neem contact met ons op, Expeditie de Stad. Neem jullie graag mee op bezoek in dit fantastische huis. Antwerpenaar Renaat Braam leverde de stad een schat aan historisch erfgoed. Ontdek zijn unieke bouwstijl tijdens de rondleidingen van Expeditie de Stad. Een gids neemt u mee door de Arenawijk of leidt u rond in Braams voormalige woning. Meer informatie vindt u op expeditiedestad.be.